Het antenneproject van de STVS en ATV in het Boven-Suriname-gebied mag tot nu toe geslaagd worden genoemd. Dit project, waarmee de technici van beide stations aan het begin van de maand een aanvang mee hebben gemaakt, voorziet in het plaatsen van antennes voor de huishoudens van 7 dorpen. Echter is het project voorlopig stopgezet. Onze ontsluiting binnenland traject is begonnen om rond 2012. Waarbij de toenmalige VP Amarali bezig was met eigenlijk de vernieuwing van het STVS zenderpark. Om rond dezelfde periode zou ook ATV haar zenderpark moeten vervangen. En toen heeft de toenmalige VP natuurlijk gevraagd van kunnen we niet samen optrekken omdat het efficiënter is en we kosten kunnen besparen. Digitale televisie werd in de vorige regeerperiode in ons land geïntroduceerd. Beide tv-zenders hebben de investeringen moeten plegen om het landelijk bereik in orde te maken. Met het verstrekken van deze tv-antennes wordt het mogelijk dat de huishoudens met gemak de verschillende kanalen van de STVS en ATV kunnen opvangen. Zo zullen de burgers in het binnenland ook voorzien worden van de informatie over de verschillende ontwikkelingen in het land. Vooral met de verkiezingen van mei 2020 zal de televisie een belangrijke rol vervullen rond de verkiezingsinformatie. Voor de gemeenschappen in het Boven-Suriname gebied zijn de STVS en ATV de belangrijkste televisiezenders. We hebben inderdaad digitale televisie medegeleverd samen met een andere communicatiediensten. Het gaat over meer dan alleen digitale tv. We hebben ook mobiele communicatie gebracht richting het binnenland. En daarmee met mobiele communicatie niet alleen bellen en sms'en, maar ook wel internet. Waardoor we zeg maar ons netwerk qua footprint vrij meer is uitgebreid is. En we werken er naartoe om sowieso de meest zuidelijke grens van Suriname nog te bereiken.